lekker gesteld. Ik ben een beetje vlogs aan het kijken en gewoon YouTube-video's. En Asle, die is over een uurtje bij Rotterdam, op Rotterdam Centraal. Dus dan haal ik haar eventjes op. Ik heb lekker gedoucht al. Ik ga zo mijn tanden even poetsen en mijn gezicht wassen. Oh, ik heb heel weinig geslapen, piepoe. Heel weinig. En dan gaan we richting Parijs. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nu ergens nog te zitten om te ontbijten. Dus Asle, die neemt gewoon een plas mee van op het station. Maar dan wacht ik gewoon in de auto, want ik heb geen zin om door die poortjes te gaan. En ik heb echt een Red Bull nodig. Ik haat prik. Ik drink... Oh, ik zag net iemand gewoon een koude glas cola in één keer opdrinken. Ik drink echt nooit prik bijna. Alleen als het een iced lemon sparkling is, die drink ik nog wel eens. Maar ik drink never ever cola. En ik zag iemand gewoon in één keer gewoon zonder te ademen, praktisch... was de cola aan het drinken. Ik was echt even in shock. Ik dacht, girl, kalma, kalma. Maar oké. Ik ga nu lekker mijn gezicht wassen. Daar heb ik echt veel zin in. Ik hou ervan in de ochtend. Dat die... Mijn huid is weer stralend. Ik ben zo blij. Oh ja, trouwens, weet je hoe het kwam? Ik heb jullie eigenlijk niet verteld. Ik zei dat ik zeg maar ongesteld was. Wat ook echt wel speelde. Maar wat was het nou? Ik... blondeerde mijn haartjes altijd. En op een of andere manier. Ik was Chantal Jeffries YouTube shit aan het kijken. En zij had, zeg maar, zij gebruikte NER voor haar gezicht. En dat is een ontharingscreme. Nou, ik heb het nooit geprobeerd. Want ik was er altijd heel voorzichtig mee. Want ik dacht altijd, ja, ontharingscreme. Ga ik dat nou wel echt doen? Dus ik dacht, laat me het gewoon proberen. Dus ik ga naar het Kruidvat. Ik denk, ik koop van hetzelfde merk als het bleekspul. Koop ik ontharingscreme. Dus ook van Chili. En ik gebruik dat. En de eerste dag voelde het zo lekker. De tweede dag ook. Vervolgens merkte ik dat mijn haar gewoon aan mijn gezicht bleef plakken. Dus het was super, super statisch. Ik denk, oké. Op een gegeven moment, kijk, ik zie allemaal pukkeltjes. Aan deze kant was het minder erg. Maar aan deze kant was het zo erg. Kijk, nu heb ik gewoon nog een paar. Niet echt dat je denkt, wow. Maar het waren gewoon ingegroeide haartjes, alles. Dit is toch niet normaal? Dat komt gewoon niet. Dus ik heb gewoon heel weinig make-up proberen te dragen. Ik heb mijn huid goed gescrubt zodat het allemaal open ging. Ontharingscreme is voor mij echt een no-go. Ik ga weer rustig terug naar het blonderen van mijn haartjes. Maar oké, ik ga mijn gezicht nu lekker wassen. Ik zie jullie straks. Oh, ik heb Asle opgehaald. En ze gaat John en luisteren. Maar we hebben Laplace. En ik heb nog helemaal niks gegeten. En zij heeft net gegeten. Dus we hebben even gereld voor plek. Wat hebben jullie gordel gedaan? Niet. Hier, wil je hem op? Ik ben te lang, man. Wat is het? Moet je hem hoog hebben? Plek hier overlaten, samen. Waarom staat ze naast je? Alsof ze dadelijk mee gaat in die wind. Dat is veel te druk. Ik ga mijn flessen bossen. We gaan ergens laag. Kijk, mijn kosten, maar dat zijn van jou. En waarom let ze op? Is dat jij hoort niet hier? Kijk, die gekke kop. Gewoon om te lassen, maar nu winnen. Wij hebben de auto geparkeerd, want hier rijden dat is gewoon niet te doen. Ik ben met Asle. Kijk hoe leuk ze eruit ziet. En we hebben dezelfde schoenen aan. Hoe fucking vet. Wij gaan nu een beetje Parijs verkennen. En een hapje eten daarna. Ik ga helemaal stuk. Iedereen zegt bonjour. Ik bonjour iedereen heel de dag. Ik laat zo zien wat ik aan heb, want dat gaat niet. Ja, want soms ga je... Die meneer zei, het is nu Snapchat. Maar dan moet je zeggen dat dat niet zo is. Anyhow, wij gaan nu gezellig even winkelen. Speak English. Now you're on film. You have to get out. So I don't film you. You're beautiful. Thank you very much. You're very, very nice. Oké, thanks. Ik word gewoon in Parijs versierd, mensen. Hoe grappig is dit? Super grappig. Dan gaat hij hier. Het valt echt mee. Ik heb het gewoon nooit koud. Wij zitten nu in de taxi. We gaan onderweg naar Lafayette. Deze vrouw is echt grappig. Even kijken hoe ze gaat rijden. Ja, ik ben bang. Ja, maar Frans kunnen echt niet. Ik wou gewoon niet rijden hier. Dus we gaan nu onderweg in de taxi. You're my right hand, you're my go-to. Told me everything about you. I said, don't move, baby. I know
know that you're out here. There's things you gotta go through. Just know these streets just don't love you like I do, no. And they never will. That's why you gotta chill. You wanna grip a Benz well, and I know you can't wait. You dream big or sleep late. You got a lot on your plate. That's why you always working out. Taking pictures of yourself, you don't see anybody else. And you're like, oh well, your life will get away. Ik heb Selma alleen gelaten. Ik weet niet of dat een goed idee is. Wij zijn dus net naar Lafayette geweest en het is daar echt super druk. Wij gaan nu een hapje eten. We zitten in de taxi. Onderweg naar Rue Saint-Honoré of whatever. Nee, ik wil ook echt niet doen. Nee, ik ook echt totaal niet. En dan gaan we weer naar Champs-Élysées, want we willen nog naar La Durée. Let's go. En dan even gaan we kijken. My past behind me like a ponytail. Okay, yeah. Said I know you want the Audi. I know you wanna go to Maui. You and all your girlfriends, the ones you never bring around me. Cause you don't trust me like your last man. Did he open doors for you? Buy the things you can't afford for you? Cause he must have did a lot for you. I just fell back with it. Now your past is behind you like the car. I'm just trapping it. You're my right hand. You're my go-to. Oh no, no, no. Tell me everything about you. It's a bomb. Guys, ik ben eindelijk thuis. Ik heb zoveel gereden. Ik ben heel moe. Ik heb jullie excuseer. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga douchen. En ik ga meteen in slaap vallen. Ik heb bij La Durée gegeten. Aslan en ik wouden heel graag naar de Butcher. In Parijs is zo'n hamburger tent. Hallo hamburger tent. En het ziet er echt oprecht goed uit voor iedereen die... zich afvraagt waar ze altijd moeten eten in Parijs. Het schijnt dat de Butcher heel goed is. Ik heb jullie eens laten zien wat ik aan heb. Maar ik heb dit blouseje van de Zara had ik aan. En ik had zo'n broek aan. Die wijd uitloopt van beneden. En mijn Stella McCartney's. Maar ik had gelukkig ook mijn Adidasjes bij me. Want aan het einde van de dag kreeg ik blaren. En had ik die weer aangedaan om te rijden. Huis. Ik heb zoveel kilometers gemaakt, dat is niet normaal. Oh, ik wilde echt niet kilo zoveel. Ik weet gewoon, het moment dat ik ga douchen en mijn make-up ga verwijderen en mijn pyjama aan heb en in bed lig, like that, val ik in slaap. Ik vind het nog steeds super kut van mijn stomme SD-kaart, dat die het gewoon niet meer doet. Parijs was echt wel leuk. Alles wat je zeg maar hier niet meer hebt of uitverkocht is, vooral qua designer dingetjes die je echt zou willen hebben, heb je daar. En ze had ook nog een sale. Maar ja, alles wat ik mooi vond was natuurlijk niet in de sale. Ik wist niet eens dat Chanel een sale deed. Wist jullie dat? Kijk daar, ik zat daar eigenlijk best wel leuke sneakers. Maar toen dacht ik, nou, ik hoef geen Chanel sneakers. Ik heb wel iets gehaald. Ik kon jullie dat wel laten zien voordat ik er weg ga. Oh, sorry, excuseer. Jullie gaan... Ik heb dat altijd, hè. Als ik iemand zie gapen, dan gaap ik ook altijd. Ik had ooit een meme gezien van... what if you see yourself John in the mirror? Makes that... Ja, echt, ik praat zoveel poep. Ik ga gewoon even normaal praten, ja? Ik heb dus ooit een meme gelezen met... stel je voor, je ziet jezelf gapen in de spiegel. Gaap je dan voor altijd, omdat je jezelf constant ziet gapen. Lifehack. Oké. Okay. Oh, ja, nee, maar... Ja, ja. Nee. Ik dacht dat ik een hack, lifehack voor jullie had, maar het is niet zo. Ik ga het voor jullie unpacken. Maar ik heb dus wel iets gekocht waar ik echt super blij mee ben. Ik was heel erg aan het twijfelen over de grootte van hetgeen wat ik heb gekocht. Ik zag ook echt... Ik zag best wel veel mooie dingen, maar uit de hand gelopen situatie moet het natuurlijk nooit worden. Wel leuk blijven. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. En dan ga ik echt mijn bed in, jongens. Want dit slaat nergens op. Ik ben zo kapot gewoon. Ik ga jullie
Aslan en ik zijn dus naar Lafayette geweest. En ik ben daar bij de Givenchy counter geweest. En ik heb daar iets gekocht waar ik super super blij mee ben. Ik ga het voor jullie unboxen. Ik vind het altijd heel zonde om zulke tasjes weg te gooien. Maar aan de andere kant denk ik, voor wat ga je het houden? Maar guys. Scoof. Ik heb, ik denk dat jullie het al kunnen raden, een nieuwe tas. Oh, dit is ook een knoop. Een nieuwe tas gekocht. Oké, ik ga hem even eruit halen. En dit is hem geworden. Het is de Givenchy Antigona bag. En het is de kleine variant. De small size. Want ik zat echt heel erg te twijfelen of ik zeg maar deze moest halen. Of een formaat groter. Maar ik heb uiteindelijk toch voor deze gekozen. Ik heb uiteindelijk voor deze formaat gekozen. Puur omdat die hendel van deze veel langer is. En ik hou ervan om zulke tassen een beetje crossbody of over mijn schouder te dragen. Maar tegelijkertijd ook zo. En ik vind het echt een super mooie tas. Ik heb voor glad leer gekozen. Omdat mijn Celine zeg maar al wat harder leer is. Dus ik ga hier wel extra voorzichtig mee zijn. Maar ik vind hem echt super mooi. Hij is zo cute. Dus guys, ik ga de vlog gewoon maar afsluiten. Want dit gaat nergens over. Ik ga denk ik volgende week weer. Want ik had Mar, Rida en Dam beloofd dat we zouden gaan. En ik had gewoon echt opeens de neiging om met Asle naar Parijs te rijden. Maar ik ga waarschijnlijk volgende week ook. En dan wil ik ook even langs de Sephora. Want ik was ook best wel moe en ik had geen comfortabele schoenen aan. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik volgende week comfortabele schoenen aan heb. Zodat ik Sephora nog kan. Ik wil heel graag naar de Louvre nog. En naar de Sephora. En ik wil wat eten bij Butcher. Want het schijnt echt super lekker te zijn. En halal. En ik wil dat echt proeven dan. Dus dan maak ik het soort van goed. Want ik heb het idee dat dit ook niet echt een super toffe vlog was voor Parijs. Hij had zeg maar leuker gekund. Dus ik ga de vlog afsluiten. Dit gaat echt nergens over. Maar dit is echt vaag. Krijg stress van mezelf. Oké, guys. Echt, ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En als jullie het een leuke vlog vonden, laat alsjeblieft een blauw duimpje achter. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want ik heb bijna 10.000 abonnees. En ik zie jullie bij mijn volgende vlog. Au revoir. Mucho bisous. Dat waren twee talen door elkaar. Ik ga gewoon slapen, want dit is niet oké. Doeg!